BVK voert kinder- en genderbeleidprojecten uit. Certificaatuitreiking voor braille en ICT-training. En Dyslexievereniging behartigt belangen kinderen met dyslexie. Het Bureau Vrouwen en Kinderbeleid coördineert het jeugd-, zeden- en genderbeleid op het ministerie van Justitie en Politie. Dit bureau ontvangt geen cliënten, maar werkt projectmatig op beleidsniveau. Dat betekent dat zij projecten uitvoeren als het gaat om het kinder- en genderbeleid. Er zijn verschillende projecten gerelateerd aan het beleid. Als het gaat om kinderen, dan kijken we naar de beleidsdoelen van het ministerie. Als het gaat om bescherming van kinderen, dan zijn we met een aantal projecten bezig. Om beleid te formuleren heb je bijvoorbeeld data nodig van de verschillende afdelingen. En wij zijn een afdeling die intern werkt. Intern samenwerkt met verschillende afdelingen van het ministerie en ook externe partners. Die werken we ook samen. En dan zo om die data te krijgen is er intern een dataverzamelsysteem ontwikkeld door het bureau. Door een consultant, dus er is een consultant aangetrokken om een dataverzamelsysteem op te zetten. Of een datasysteem waarbij de informatie van kinderen die in aanraking komen met justitie ingevoerd wordt in het systeem. Ander project bijvoorbeeld, het ministerie heeft de meldpunten opgezet voor kinderbescherming in drie districten, Apura, Koroni en Paramaribo-Zuid. We geven onze medewerking als het gaat om evalueren van de meldpunten, om te kijken van waaraan moeten we nog werken om het beschermen van kinderen te verbeteren. Dus de meldpunten zijn geëvalueerd, we moeten kijken hoe we kunnen werken aan capaciteitsversterking bijvoorbeeld van de meldpunten om verder te gaan naar landelijk opzetten van meldpunten. Daarnaast organiseren wij trainingen, voorlichtingsprogramma's en verder coördineren wij ook binnen het ministerie de verdragsverplichtingen. Binnen het dataverzamelsysteem worden de kinderen gevolgd en vanuit de opgemaakte rapporten wordt beleid geformuleerd. Verder zorgt dit bureau ervoor dat de structuren in orde zijn als het gaat om het jeugd- en zedenbeleid binnen het ministerie. Voor dit jaar willen we dan doorgaan met de raad huiselijk geweld voor aanpak van huiselijk geweld. Er zijn een aantal dingen die aangepakt moeten worden. Bijvoorbeeld de wet bestrijding huiselijk geweld is in het jaar 2009 goedgekeurd. Het is nu in werking. Mensen kunnen verzoeken indienen voor bescherming. Slachtoffers kunnen verzoeken indienen voor bescherming. Het is de bedoeling dat we dit jaar willen evalueren hoe het werkt in de praktijk. Dat is een van de projecten die we willen uitvoeren. Natuurlijk samen met de Raad Huiselijk Geweld. Het bureau heeft zitting in de Raad Huiselijk Geweld. Daarna willen we gaan naar een standaardformulier voor registratie huiselijk geweld. Een ander project is dan ook aanpak seksueel molest op de werkplek. Er is al beleid geformuleerd op het ministerie voor aanpak van seksueel molest op de werkplek. En het is de bedoeling dat we werken aan de randvoorwaarden. En daar gaat het om instellen van een klachtencommissie en vertrouwenspersonen benoemen. Daarnaast willen we ook werken aan versterking van de meldpunten. En ook kijken naar een aantal wetgeving die te maken hebben met kinderen en vrouwen. Om hun positie te verbeteren. Als we denken aan bijvoorbeeld een wet kinderombudsbureau die door het bureau is geconcipieerd, willen we kijken van wat kunnen we dit jaar eraan doen, zodat het goedgekeurd wordt. Vanuit het bureau wordt een beroep gedaan op de samenleving om elke vorm van geweld te melden bij de diverse instanties. Kijk, als het gaat om een geweld, aanpak van geweld, dan wil ik iedereen opvragen, als je bekend bent met gevallen van geweld, meld het aan. Geef het door. Zolang het niet wordt doorgegeven, kan het ministerie het niet aanpakken. Maakt niet uit aan welke instantie, al is het een individueel persoon die dan contact maakt met een bepaalde instantie, maar geef het door. Zolang het niet wordt doorgegeven en het niet bekend is bij het ministerie, kunnen wij eigenlijk niet aanpakken en niets eraan doen. De meldpunten voor kinderbescherming die zijn opgezet door het ministerie van Justitie en Politie zijn te bereiken op de volgende nummers. Stibula op 488-344, meldpunt Coroni op 023-5588, meldpunt Apura op 022-0156 en de afdeling Justitie Nikeri op 023-1862.
De Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname, NSBS, heeft de training braille en ICT voor mensen met een visuele beperking en begeleiders afgerond. Het eerste deel werd gegeven in Paramaribo en het tweede deel in Nikeri. Onlangs vond de certificaatuitreiking plaats in Nikeri. Ik heb genoten van de trainingen en met succes afgerond. En ja, ik kijk naar het vervolg van de trainingen, wat er mag komen. Zal ik mijn beste been voorzetten om toch de vervolging van die trainingen te volgen. Nou, ik vond het heel leerrijk dat ik meer mocht weten van een computer. En ik vond het heel leuk en zo kan ik mezelf ontwikkelen om verder te gaan. Nou, ik vond het een leuke ervaring om dus dit alles te leren. En het was echt heel interessant voor mij. Dus echt met de braillemachine werken en zo was echt heel iets nieuws. En ik ben blij dat ik nou dit ook heb geleerd. En dat ik dit nu ook kan aanleren aan de mensen met een beperking. In het begin was het wel een beetje moeilijk, want je moet alles in je hoofd zetten om alles te onthouden. Maar later ging het wel goed. Hè? Dus ik heb er geen spijt van. Tijdens de schrijf ook naar Nigeria. Je schrijft zit ik met een microfoon met baron en zingen direct. Dus alles maar voor moet ik. Hey, dat je zelf altijd doen zo. Omdat als je mijn breedte in een project voelt, dan nou, heb je de boom. Goed dat ik mijn verre boom. Mijn breedte helemaal. Dit project is gesponsord door de Republic Bank en heeft ongeveer een jaar geduurd. Nou, de meerwaarde van dit project is zeker dat de mensen de mogelijkheid hebben gehad om zichzelf te ontwikkelen. Ik heb mensen die als analfabeet waren binnengestapt, braille-les hebben gevolgd, computerles hebben gevolgd. En die aan het eind van het project kunnen zeggen van hé, ik kan lezen, ik kan schrijven, weliswaar in braille, maar de persoon kan nu lezen en schrijven, kan omgaan met een computer. Wat ook de andere meerwaarde is, vooral wat Nikeri betreft, is dat de samenleving eigenlijk kennis heeft gemaakt met deze doelgroep. Met deze doelgroep niet als het ware meer onzichtbaar is, dat men niet weet dat er blinden en slechtzienden zijn in de samenleving, maar dat de mensen naar buiten hebben kunnen komen. En we hopen dat die groep die er nu is, dat ze verder zullen gaan om zichtbaar te blijven in de samenleving. Voor de cursisten is dit niet het eindpunt. Ze kijken allemaal uit naar vervolgtrainingen om zodoende zichzelf steeds beter te ontwikkelen. Ik wil verder gaan, zodat ik die mensen met een beperking dus kan helpen. Dat zij ook iets leren en dat zij ook iets verder kunnen gaan. Ik ga doorvolgen zodra ze weer beginnen met de trainingen, dan ga ik weer volgen, want ik wil verder gaan. Als er nog meer training is, kan ik wel doorvolgen als dat kan. Die manier dat ik mijn volk aan trainen, dat is nooit, denk ik dat ik me ga doen. Dat van mijn alles aan die zou ik nooit meer doen, maar ik kan een computer of zo. Maar daar, die me go, als je vrouw takangami, daar me go zit ik, kom tja erin, goeie rewa. Dit raam was even ondersteun me daar. Als ik me halen, voet elektrie, die me go vinden een certificaat. Met de opgedane kennis, je kan het verder gebruiken om in met braille om een beetje boeken te gaan lezen en ICT om een beetje je kennis op te gaan dingen om te gaan googelen en kijken wat je kan vinden op het net om je hersen te verrijken. Mogen moro fara. I want me want some moro furu fu computer en zo. Mijn boodschap is dus dat we zo doorgaan en dus dat we ook niet houden op deze mensen, dus dat we ook op zoek gaan naar andere mensen, dat we ze hun motiveren om dus ook mee te doen en dus dat zij ook zo verder kunnen gaan. De Lions Club Paramaribo Ready heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om tijdens de certificaatuitreiking blinde stokken te schenken aan de NSBS. Het is eigenlijk een jaarlijks project dat wij als Lions Club uitvoeren. Het heet Sight First. Dat we de mensen met een visuele beperking helpen. Zij die een bril nodig hebben, helpen om een bril aan te schaffen. En vandaag hebben we aan de blinden die witte stokken aangeboden, want dat is een hulpmiddel voor ze om te kunnen lopen.
verder te gaan in het leven. Want blind zijn betekent nog niet het einde. We zijn natuurlijk heel blij met de uitreiking van de blinde stokken door de Lions Club Paramaribo Ready. We hadden in januari hadden we al mogen ontvangen in Paramaribo. We hadden 10 stokken mogen ontvangen van deze serviceclub. En omdat ze wisten dat we ook bezig zijn in Nikeri, hebben ze gezegd van nee, we gaan ook de Nikeriaanse blinden en slechtzienden, willen we ook aan die groep willen we wat stokken overhandigen. Kijk, die stokken zijn niet te koop hier in Suriname. Die stokken zijn kostbaar. En als er dus zulke stokken aangeboden worden door de serviceclub ten behoeve van de doelgroep, dan is het helemaal meegenomen. De blinde stokken zijn geschonken door Lions Club Rotterdam West. Ik ben Dien van Aren en ik heb dyslexie. Dyslexie is een aangeboren leerstoornis. Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelfs schrijven heel moeizaam. Dyslexie betekent letterlijk niet kunnen lezen. Ik heb ontdekt dat ik dyslexie heb toen ik 16 was. En het is via een leerkracht van me. Ze is naar me toe gekomen en heeft me eerst gewoon rustig met me gesproken. Want ze wist niet hoe ze me moest benaderen. Want zij had het al lang door dat ik dyslexie heb. Maar ze wist niet hoe ze dat moest zeggen. Dus ze heeft me een keertje gewoon openlijk gezegd. En dat het geen probleem is. En heeft me ook verwezen naar mensen die me ermee kunnen helpen. In 2014 hebben ouders van kinderen met dyslexie het initiatief genomen om een dyslexievereniging op te richten, met als doel het behartigen van de belangen van opvoeders die kinderen hebben met dyslexie. De vereniging maakt zichzelf hard. Dus naast het feit van een ouderenbelangenvereniging bestaan onze leden uit ouders, maar ook gewoon uit schoolleiders of organisaties die betrokken zijn met het vaststellen van leerstoornissen. En feitelijk maken wij ons hard dat we ervoor gaan zorg dragen dat de kinderen in het reguliere Surinaamse basisonderwijs gewoon mee kunnen gaan. Want dat kan. De kinderen hoeven helemaal niet naar het speciale onderwijs. Vaak hebben de kinderen gewoon een hele goede intelligentie, een hoge intelligentie. Dus die moeten in het reguliere onderwijs blijven. Maar daar moeten wat faciliteiten voor gecreëerd worden. En het moet herkend worden ook hè, in Suriname. En vervolgens kunnen die kinderen met wat begeleiding gewoon meegaan in het reguliere onderwijs. Dus het is heel belangrijk dat we ons hard maken om zeg maar, de faciliteiten te gaan creëren. Dat we de awareness gaan vergroten in Suriname. Dat het makkelijker wordt herkend en dat de kinderen niet door het leven gaan. Dat ze denken, ik kan het allemaal niet en ik ben dom. Maar niets is minder waar. Die kinderen zijn gewoon goed. Wat schoolprestatie betreft was ik altijd achter dan de rest van mijn klas. Het was helemaal geen leuke ervaring voor mij. Ik voelde alsof ik dan niet echt bijhoorde. Dus paste in mijn klas, want ik zag de rest van mijn klas echt gewoon veel verder dan mij en ik nog helemaal in het begin. De vereniging maakt zich hard om awareness te vergroten, bewustwording, dat het stukje signaleren een beetje vlotter gaat, dat we het gaan herkennen met z'n allen. En we willen dat doen middels het werven van fondsen. Want daar is geld voor nodig, hè, voor al die programma's en awarenesscampagnes. Maar tevens willen wij ook in het onderwijssysteem verandering aanbrengen. We willen als de katalysator fungeren en daar met alle partijen die daar de voorzorg kunnen dragen. Dus nu met het ministerie van MINOF zitten we dan in een werkgroep, leerstoornissencommissie, waarmee we hier aan de slag gaan. Om die inrichting in orde te maken. Dat wil zeggen, een dyslexieprotocol moet er nu komen, en dat is al in de maak, in het Surinaamse basisonderwijs, dat het in wet wordt verankerd. Dyslexie is erfelijk. Dat wil zeggen dat als het in de familie voorkomt, kinderen een grote kans krijgen ermee geboren te worden. Ik heb meestal moeite met woorden, lezen zelf. Soms skip ik regels, ik verdraai woorden, ik vergeet letters, dat soort dingen. Iemand met dyslexie leeft gewoon zoals wij ook leven. In principe heeft het geen
vergevorderde invloed op de normale gang van zaken. Wat wel zo is, dat een kind met dyslexie extra hard zijn best moet doen om vorderingen te maken in het lezen en het spellen. Dat betekent dat ze meer moeten oefenen dan andere kinderen. Dat het wat stroever gaat en dat ze meer leeskilometers moeten maken, zoals we dat in vaktermen zeggen. Dus meer moeten oefenen met lezen en spellen. Maar verder is er in principe geen enkele beperking. Een kind met dyslexie kan alles worden wat hij of zij wil, zelfs schrijver. Sinds ik heb ontdekt dat ik dyslexie heb, is eigenlijk wel alles wat makkelijker geworden. Ik heb dan hulp gekregen met hoe ik moet lezen of bepaalde oefeningen gekregen dat ik wat me kunnen helpen. Ik heb oefeningen gehad die me helpen spellen en dat heeft me wel helpen bevorderen in het lezen. Ook kreeg ik op school vergrootwerkjes en meer tijd en dat hielp me echt, want op school maakte ik bijna nooit een rapwerk af. Ik was altijd op de helft of nog niet eens begonnen. Dus dat ik meer tijd kreeg, dat heeft me echt geholpen. Als je niet weet hoe je te werk moet gaan met zo'n kind, kun je dat kind behoorlijk gaan frustreren. Want alleen maar oefenen is het niet. Het is op een bepaalde manier gaan oefenen met dat kind. En het is helemaal niet zo ingewikkeld, helemaal niet moeilijk. Maar je moet het wel even leren met elkaar. Hè. Dat is een bepaald systematiek. Hoe je die kinderen die klankherkenning kan laten onthouden uiteindelijk, end of the day. Dean is afgestudeerd van het Atheneum als B-student en is werkzaam als directieassistent bij Fabi. Ook Jean-Baar is zelf ouder van een zoon met dyslexie, welke vastgesteld was toen hij 7 jaar was. Hij is nu 15 jaar en zit op de middelbare school met een S-pakket. Maar de leerkracht zelf toentertijd heeft dat nooit herkend. Gaandeweg ontdek je, het gaat maar moeilijk. Rekenen heel goed en alle andere vakken goed. Maar dan gaat het bij spellingfout, dicté, diepe onvoldoendes, een 1, een 2, nooit hoger dan die 3. En oefenen en niet begrijpen waarom dat niet lukt. Ja, ook als ouder had ik het nog niet door. En toen zat hij al in de 3e klas lagere school, dat we echt aan de bel trekken en hulp inroepen en een specialist naar hem laten kijken, een orthopedagoog. En toen is vastgesteld, vlak voor zijn 8e verjaardag, dat hij dyslexie had. Dus mijn kind die heeft gewoon meegedaan in het reguliere onderwijs toen het ontdekte. Had moeite, we hebben heel hard gewerkt, 2 jaren heel hard met hem moeten werken. En toen ging het goed. Toen kwam het los, dat lezen. En toen begon hij lezen zelf ook leuker te vinden. Het was niet meer een probleem en geen drempel meer. Op 12 april heeft de Dyslexievereniging Suriname een bijeenkomst over leesproblematiek in Suriname. Van belang bij kinderen met dyslexie is het zo vroeg mogelijk ontdekken. Hoe eerder het wordt ontdekt, hoe eerder kan worden gestart met een gerichte aanpak van de lees- en spellingsproblemen. Dit vergroot de kans op succes voor zo'n kind om makkelijk mee te gaan in het reguliere onderwijs. Het bureau Slachtofferszorg valt onder het ministerie van Justitie en Politie en vangt slachtoffers op van geweldsmisdrijven met als doel begeleiding te bieden en de weg naar de juiste hulpverleners aan te geven. Onder geweldsmisdrijven vallen onder andere huiselijk geweld, zedenmisdrijven en verkeersslachtoffers. Wij doen wel de immateriële hulpverlening. We doen geen materiële hulpverlening. Dat betekent dat je dus bij ons niet terecht zou kunnen zijn voor een uitkering uit een soort schadefonds of zo. Dat het niet is, zeg maar. Dat we een huis, als je brand hebt gehad, dat we een huis of een terrein of wat dan ook kunnen helpen. Aanbieden. Dat zijn dan onze specialistische hulpverlenerspartners. Maar wij geven dus de weg aan naar de hulpverlening. Iedereen kan terecht bij ons op het bureau. Op het moment dat je je slachtoffer voelt, je bent slachtoffer geworden van een of ander misdrijf, kan je je weg gewoon vinden naar ons toe. Maar we krijgen ook wel aanmeldingen via de politie en dat zal dus eigenlijk onze grootste netwerkpartner moeten zijn, de politie. Want de eerste meldingen na elke vorm van misdrijf komt bij de politie.
En wij hebben dan de samenwerking met politie. Dus de politie kan de slachtoffers doorverwijzen naar ons voor de begeleiding. Maar, dus zelfstandig zei ik ook al, maar ook via NGO's en andere netwerkpartners. Op het moment dat netwerkpartners weten, denken dat ze onze hulp nodig hebben in een bepaald proces, in een bepaalde case, dan worden ze doorverwezen naar ons. Als iemand slachtoffer is van een misdrijf, wordt de melding gedaan bij de politie. Het slachtoffer wordt dan door de politie doorverwezen naar het bureau Slachtofferzorg voor de begeleiding. In het geval van een zedenmisdrijf zijn het meestal kinderen die het geweld ondergaan. Als we merken in het intakegesprek dat heel diep zit en buiten onze competentie valt, dan moeten wij dus zo een slachtoffer doorverwijzen naar een psycholoog. In dat geval zouden dan de ouders, de moeder of de begeleider van dat kind moeten vragen om terug te gaan naar de huisarts. Want de regel is dat alleen de huisarts mag doorverwijzen naar de psycholoog of naar een psychiater. Dus eigenlijk is een slachtoffer moet dan zo vaak het verhaal doen wat niet zo prettig is voor zo'n slachtoffer, om uiteindelijk de juiste begeleiding te krijgen. Wij zitten niet in het pakket van de verzekeraar, waardoor wij dus niet gemachtigd zijn om te zeggen van oké, bij ons niet, maar wij roepen de hulp van een psychiater of van een psycholoog in. Dat gaat echt niet rechtstreeks. Alle medewerkers op het bureau Slachtofferzorg zijn maatschappelijk werkers. Zij werken met zowel interne als externe partners, zoals Bureau Familierechtelijke Zaken, Rechtszorg, Sociale Zaken, Volksgezondheid en andere NGO's. We hebben dus interne partners, dan bedoel ik, wij zijn van het ministerie van Justitie en Politie, een afdeling van Justitie en Politie. We hebben interne partners waar we vaak in contact mee komen, zoals Bureau Familierechtelijke Zaken. Op het moment dat een moeder hier binnenkomt of een vader hier binnenkomt die zich slachtoffer voelt en er zijn kinderen in het geding, zeker bij een scheiding. En kinderen moeten hulp krijgen of althans er moet een bezoekregeling, alimentatie en al dat soort dingetjes. Dan verwijzen wij naar onze interne hulpverleners. Dat bedoelen we dus naar BUFAS, want die gaat over minderjarige kinderen. Is er een case aangemeld van de moeder komt met ja, mijn kind is misbruikt of zo, dan is het de eerste vraag die wij stellen is er aangifte gedaan? In het belang van dat kind hoort er een aangifte gedaan te worden. Als de moeder zelf, wat ook wel eens voorkomt, niet van plan is die aangifte te doen, om welke redenen dan ook, dan gaan wij dat echt wel melden bij jeugdzaken, want het belang van dat kind staat voorop. Bij huiselijk geweld heb je het slachtoffer en de pleger van het geweld. En soms heeft zo'n pleger ook begeleiding nodig. Toch? En ook via de rechter wordt dat opgelegd vanwege de wet bestrijding huiselijk geweld. Dan zijn het de maatschappelijk werkers bij Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen die dan de daderbegeleiding doen. Simultaan met ons het slachtoffer. En dan komen er systeemgesprekken en dan kan zoiets naar een gezondere situatie of een gezonde situatie leiden. Of afhankelijk van wat het slachtoffer zelf wil. Want wij houden ze niets, we geven ze geen oplossingsmodel. Wij gaan in op wat zij zelf willen. En de wil van het slachtoffer staat centraal. Ja, wanneer is een zaak afgehandeld? Op het moment dat het slachtoffer eigenlijk content is. Het slachtoffer voelt zich weer eigenlijk een beetje dat die zelf door kan gaan, alleen door kan gaan. Maar dan nog blijft die deur open, want je weet dat er altijd een terugval kan komen. Hoeft niet, kan wel. Het slachtoffer mag altijd terugkomen, na een jaar, na 2 jaar. We zien ze ook wel terugkomen. En afgehandeld, we hebben ook een opvanghuis voor slachtoffers van huiselijk geweld. Dat is echt specifiek huiselijk geweld. En ze blijven er, als ze worden opgevangen in crisissituaties, dan blijven ze er bijvoorbeeld 3 maanden. En na de 3 maanden hebben we nog nazorg als ze uit het huis zijn. En eigenlijk hangt het helemaal van het proces af, het hangt van de persoon af. En soms heb je ook zoiets van, een cliënt heeft zich gemeld en is voor 2 gesprekken gekomen, voor het 3e gesprek komt de cliënt niet meer. We kunnen ze niet dwingen. De diensten van het bureau Slachtofferzorg zijn geheel gratis.
Het bureau is ondertussen verhuisd naar de Henk Aronstraat nummer 61 tegenover het Slans Hospitaal en is te bereiken op het nummer 3x8-7477. Tot zover deze aflevering van Belicht. Tot de volgende keer.